Welkom bij de Monnik Europe Valute Update van deze week, waar we het gaan hebben over of er überhaupt nog hoop is voor de euro. En dan begin ik eigenlijk voornamelijk in Duitsland. Duitsland, meer dan 30% van de hele eurozone economie, ook sterk vervlochten met bijvoorbeeld Nederland, België, Oostenrijk. En in Duitsland gaat het niet zo goed met de economie. Nou, we zagen al in het tweede kwartaal een krimp van 0,1%. En de business surveys laten zien dat in het derde kwartaal waarschijnlijk ook een krimp komt. En dan is het bingo. Twee kwartalen achter elkaar met een krimp en dat is een recessie. Nou, dan even wat cijfers om te noemen. De ZEW, Duitse economische sentimentcijfers, waren het slechtste punt sinds 2009, sinds de grote financiële crisis. En ook de IFO, Duitse sentimentcijfers, waren op het laagste punt sinds 2012. Maar als je dan kijkt naar de vooruitkijkende cijfers, zelfs op het laagste punt sinds 2009. Dus het is eigenlijk kommer en kwel. Nou, begin ik even met de punten van hoop die misschien toch zijn voor de Duitse industrie en de eurozone-economie als geheel. En dan begin ik met de fiscale expansie van Duitsland. Het gerucht wat sterker wordt, aanzwelt en dan weer afzwakt. Maar afgelopen week kwam er een bericht naar buiten dat Duitsland wellicht 50 miljard vrij zou maken voor fiscale expansie. Nou, en dat zou goed nieuws zijn voor Duitsland, want als de vraag wegvalt vanuit de private sector, dan kan de publieke sector dat overnemen. En er is genoeg om te investeren in Duitsland. De infrastructuur stamt vaak nog uit de jaren 60 en 70. Die kan worden vervangen. De digitale infrastructuur, bijvoorbeeld het internet, is een stuk minder ver ontwikkeld dan de rest van Europa. En ook klimaatverandering, daaraan kan nog behoorlijk wat worden gedaan in Duitsland. Dus er liggen in ieder geval mogelijkheden genoeg. De SPD, een beetje de PvdA van Duitsland, die ook in de regering zit, die is eigenlijk wel overstag. Die heeft zoiets, jongens, laten we dit gaan doen. Maar de CDU, de Christendemocraten van Angela Merkel, die zijn behoorlijk behoudend. Nou, is het echt zo dat mocht er een recessie komen, dat het volgens de Duitse wet dat opeens veel meer mogelijk is voor fiscale expansie. Zeker iets dus om in de gaten te houden. Nou, dan hebben we het ook over de Brexit. Brexit is iets wat de Duitse economie ook zeker schaadt, omdat het Verenigd Koninkrijk de derde handelspartner is van de Duitsers naar Frankrijk en de Verenigde Staten. Op het moment dat het niet zo goed gaat in de Duitse industrie, kan dit een reden zijn voor de Duitsers om toch iets meer toenadering te zoeken tot de Britten, waardoor ze misschien iets meer bereid zijn om druk te zetten op de rest van de Europese Unie om concessies te maken richting het Verenigd Koninkrijk, waardoor de kans op een Brexit deal groter wordt, wat uiteindelijk niet alleen goed is voor het Britse pond, maar ook voor de Duitse economie en de Europese euro. Nou, dan tenslotte nog Italië. Moet ik toch even kort noemen. Italië, veel politieke onzekerheid. Nou, hebben we in het verleden wel eens gezien. Politieke onzekerheid wordt opgelost. Euro sterkt aan. Ik denk dat het in dit geval geen rol gaat spelen, omdat de onzekerheid markten nog niet heel zenuwachtig heeft gemaakt. Dus een opluchtingsrally zal niet plaatsvinden. Nou, dan ga ik ook de Brexit. Denk ik daadwerkelijk dat Duitsland opeens een stuk softer gaat worden? Nou, Angela Merkel heeft wel wat signalen afgegeven, maar ik denk uiteindelijk dat de Europese Unie genoeg reden heeft om toch een lijn in het zand te trekken en dat de Europese Unie misschien wel meer heeft te verliezen aan geloofwaardigheid door toch toe te geven aan de Britten dan de economische schade die een harde Brexit zou doen. Dus ik denk zelfs dat dit positieve risico uiteindelijk nergens toe zou leiden. En dan denk ik dat de fiscale expansie van Duitsland, dat misschien nog wel het beste paard is om op in te zetten, wat wellicht sterkte kan gaan veroorzaken in de Duitse economie. En daarmee wordt dan vaak ook de hele eurozone en de euro mee getrokken. Nou, al met al, dan ga ik even de hele context samenvatten wat er nog meer speelt. Nou, de algemene eurozone-economie groeit niet al te best. Ook de vooruitkijkende indicatoren zijn niet goed. De Europese Centrale Bank gaat waarschijnlijk de rente verlagen in september. Kans is groot dat er nog andere renteverlagingen aankomen of wellicht weer een heropening van het opkoopprogramma. Tegelijkertijd, als ik dan een contrast schets met de VS, waar de groei solide is en waar de risico's voor het rentebeleid
ten opzichte van wat er nu wordt ingeprijsd meer naar de bovenkant liggen. Oftewel, de Federale Reserve gaat misschien minder vaak de rente verlagen dan dat nu wordt ingeprijsd. Dan zie ik het nog steeds somber in voor de euro tegenover de dollar, wat de meest veranderde munt, het valutapaar ter wereld is. Nou, dit betekent dat euro wordt nu verhandeld rondom de 1,11. Dat de kans groot is dat neerwaartse druk voorlopig aanblijft. En dat, ik heb dat al eerder gezegd, maar dat het 1,10 niveau zeker geslecht kan worden op een niet al te lange termijn. Bedankt voor het kijken naar de Monetary Valuta Update van deze week. Voorlopig was dit mijn laatste video. Ik hoop dat jullie veel van mij hebben geleerd en ook hebben genoten, hebben opgestoken van deze video. En tot de volgende keer weer.